is niet een oven aanzetten, knopje aan en weglopen en het gaat vanzelf. Je moet er echt bij blijven. Ik ben Giel van Gent, chef-kok van restaurant aan zee. We zijn een duurzaam restaurant. We koken op het open vuur. Het is natuurlijk heel gaaf dat je een mooi groot stuk vlees op een houtgril kan garen. En dat je daar echt een unieke gaarheid uit kan krijgen. En dat is ook met vissoorten, dat je die kan roken. Dus sommige keukens hebben natuurlijk een rooktorentje of een oventje ervoor. Ja, wij doen het boven het brandend hout. Het is een beetje de oervorm, dat zie je haast nergens. Dat is uniek. We hebben verschillende soorten warmtezones in de keuken en in de oven. We hebben twee ovenkasten. De bovenste die gaat dan tot 250 graden en de onderste tot 180 graden. We hebben aan de zijkant hebben we nog warmtekasten. Die gaan tot 150 en de onderkant tot 100. En met je groot stuk vlees die je al gegrild hebt, die kan je dan een flinke tik geven in de hoge temperatuurkast. En dan kan je hem weer rust geven in de onder 100 graden, dat hij dan een hele mooie malse garing krijgt. De controle houden met het werken van vuur is natuurlijk dat je er echt continu bij moet zijn. Want ja, als het uitgaat, dan krijg je het niet zomaar meer aan. Het is natuurlijk gaaf, tegenwoordig in de andere keukens zie je alles, dat alles gefileerd binnenkomt of dat alles al bewerkt is. En hier komt het vuil binnen en dan kan je zelf je ding doen. Ja, vuur is natuurlijk fascinerend. We hadden het al fikjes steken vroeger natuurlijk. Dat heeft elke jongen wel gedaan. Dat mag ik nu doen als werk. Elke dag mag ik fikjes steken.